Deze video gaat over projecties en verhoudingstabellen. In deze video ga ik je laten zien hoe je de lengte van een lijnstuk in een projectie kunt berekenen door gebruik te maken van een verhoudingstabel. Ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier naast me staan. Je ziet hier een figuur en in het figuur heb ik hier een toren getekend en van die toren zie je hier op de grond zijn schaduw. En verder zie je dat we in het figuur een aantal afmetingen weten en hier in het midden zie je drie stippellijntjes. En die stippellijntjes die zijn evenwijdig aan elkaar en we weten dat vanwege de pijltjes die je hier ziet. Nou, we hebben dus dit figuur, hier zie je de a en de b en de opdracht is bereken a en b. We moeten dus in dit figuur de waarde van a en de waarde van b gaan berekenen. Nou, voordat we dat gaan doen, eerst even iets anders. Ik wil het namelijk eerst even hebben over de naam van dit figuur. Dit figuur noem je een parallelprojectie. En je zal dat woord af en toe tegenkomen in het boek. En ik wil je eerst even uitleggen waar die naam vandaan komt. Dit is dus een parallelprojectie. Nou, projectie betekent dat we van de toren zijn schaduw op de grond hebben geprojecteerd. Dus die vorm van die toren wordt op de grond geprojecteerd en hier tussenin zie je allemaal evenwijdige lijnen. Evenwijdig is hetzelfde als parallel en dus hebben we die toren via parallele lijnen geprojecteerd op de grond. En daarom noem je dit figuur dus een parallelprojectie. En de vorm die je hier ziet, die is heel typisch. Die zie je heel vaak bij opgaven die gaan over een parallelprojectie. Je hebt dan dus een zijde die wordt geprojecteerd op de grond en ertussenin heb je allemaal evenwijdige lijnen. En je moet dan vaak de lengte van één of twee lijnstukjes berekenen. Nou, dat gaan we nu ook doen, want we gaan dus berekenen wat de waarde is van de A en wat de waarde is van de B. Hoe kun je dat doen? Nou, je moet één ding heel goed onthouden: als je werkt met zo'n parallelprojectie, dan mag je gebruik maken van een verhoudingstabel. Dus zodra je ergens een parallelprojectie tegenkomt, dus een figuur dat er ongeveer zo uitziet, dan moet je meteen denken, ik mag hier een verhoudingstabel gebruiken. Nou, ik heb de lege verhoudingstabel hier al even neergezet en die gaan we nu invullen. Maar hoe doe je dat? Nou, wat we gaan doen is, we gaan het figuur even op twee manieren bekijken. Dus eerst bekijken we even de toren en daarna bekijken we de bijbehorende schaduw. En de stukjes die hetzelfde zijn, die zetten we onder elkaar. Eerst even de toren. De toren bestaat in totaal uit drie stukjes. Eentje van 5, eentje van 4 en eentje van 6. En die stukjes die zetten we aan de bovenkant van de tabel. Dus dan krijg je dit: we hebben 5, 4 en 6. En nu hebben we dus de bovenkant van de tabel ingevuld. Nu de onderkant. Nou, onder ieder stukje van de toren komt het bijbehorende stukje van de schaduw. En daarvoor kijken we even in het figuur. En die 5 die wordt naar beneden geprojecteerd en die wordt dan 7,5. Dus onder de 5 komt 7,5. Nou dan de 4. De 4 gaat via die lijnen naar beneden naar de A. Dus onder de 4 komt de A. En tenslotte nog de laatste, de 6. Die gaat via deze twee lijnen naar de B. Dus onder de 6 komt... Komt de B? Dan zie je dus dat we deze tabel overhouden. En wat we eigenlijk hebben gedaan, is we hebben gewoon dit achter elkaar ingevuld en daaronder hebben we dan dit achter elkaar ingevuld. En als je dat doet, dan krijg je dus deze tabel en nu moeten we de waarde van A en de waarde van B gaan berekenen. Nou, dan beginnen we even met de A. Nou, de A kun je berekenen door gebruik te maken van een techniek uit het begin van het hoofdstuk en dat is. Kruislinks vermenigvuldig. Je kunt dan de a als volgt berekenen. Je doet dan 4 keer 7,5 gedeeld door 5, dat geeft je de waarde van a. Dus dat gaan we even noteren. Dan zeggen we, de a is gelijk aan 4 keer 7,5 gedeeld door 5. En de uitkomst daarvan is 6, dus dan noteren we, a is 6. En nu hebben we dus de waarde van a gevonden. Nu moeten we alleen nog de waarde van b. Nou, de b zit hier aan het einde. En de b gaan we berekenen met de techniek uit de vorige video. Want in de vorige video hebben we geleerd dat als je tabel uit drie kolommen bestaat, net als hier, dat je dan gewoon mag zeggen, ik denk één van de drie kolommen weg. In dit geval gaan we de middelste wegdenken. Want als we de middelste wegdenken, dan kunnen we de eerste en de laatste gebruiken. Om de waarde van b te berekenen. Voor de b doen we dan dit. We doen 6 keer 7,5 gedeeld door 5. Dat geeft ons de waarde van b. Dus dan krijgen we het volgende. Voor de b geldt 6 keer 7,5 gedeeld door 5. De uitkomst daarvan is 9. En dus is de b gelijk aan 9. En nu hebben we dus de waarde van a en b gevonden. Dus wat hebben we gezien? Het is dus belangrijk dat je goed begrijpt wat voor soort figuur dit is. Dit is dus een parallelprojectie. En dat komt dus omdat je die toren projecteert op de grond en dat doe je via evenwijdige, dus parallelle lijnen. Nou, als je dan zijde moet berekenen, dan mag je een verhoudingstabel maken. Dus vul die verhoudingstabel stapje voor stapje in door eerst hier naar te kijken en dan daarna. En dan ga je dus met de technieken uit de vorige twee video's de waarde van a en b berekenen. En als je de vraag dan op deze manier uitwerkt, dan krijg je alle punten op het proefwerk. En op deze manier kun je dus werken met projecties en verhoudingstabellen. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan even op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug bij de volgende video van Malt with Menno.